Ik ga u iets vertellen over dit gebouw, omdat mijn overleden man, Paul van de Vijver, hier nauw bij betrokken was. We werpen even een blik op de gevel, u ziet het, met zijn prachtige ornamenten, die soms helemaal niet gezien worden, want niemand gaat zo een museum binnen. Maar het is toch wel een heel leuk gebouw, ofschoon het niet een historisch gebouw is. Het is niet echt een monument. Dit is het torentje bovenop het museum. En daar zien we dus het wapen van IJsendijk helemaal van boven. En hier zien we herbouwd in 1951. Dus ik denk dat het... Oh ja, hier. Ik denk dat het verwoest is geweest in de oorlog en toen daarna herbouwd is. En dan mag die weer verder. Ja, en hier ziet u dus die smeedwerkjes. Dat zijn er 5 in het geheel. Dat is er 1 met een rund. U ziet ze van boven daar. Hè? En dat slaat op de veeteelt. Eentje graan, dat slaat op de landbouw. Dan zien we wat visjes, dat slaat op de visserij. Dan de tulp. De tulp was in 1637 een goudmijn. De mensen die zo'n tulp hadden, waren heel rijk. Helaas, heel vlug kelderde die markt en waren er sommige faillissementen. Dus dat was een trieste zaak. En dan zien we ook nog het trekpaard. Ja, dat is aan deze kant, het trekpaard. En het trekpaard, dat was voor de mechanisatie de trekkracht op de boerderij. Dan komt er een uithangbord en waarschijnlijk, ik denk toch dat dat prins Maurits is. En dat was een geweldige veldheer. En hij had 3 liefhebberijen. Dat was schaken, vrouwen en paarden. U mag zelf de volgorde pakken, hè? toen wij hier in 1963 kwamen wonen, fungeerde dit gebouw als stadhuis van de gemeente IJsendijk. Je kon hier dus terecht voor je rijbewijs, voor je paspoort, voor allerlei papieren. 1 april 1970 kwam er een fusie en werden we gemeente Oostburg. Inmiddels zijn we, zoals u waarschijnlijk weet, gemeente Sluis. Dit gebouw kwam dus leeg te staan. En vanuit de gemeente kwam het idee om er een streekmuseum van te maken. Ik herinner me nog goed dat de toenmalige wethouder van cultuur, Jan Vergouwen, aan Paul vroeg, mijn man dus, of hij als voorzitter de kar zou willen trekken om dat te realiseren. Zo'n museum zou natuurlijk wel een aanwinst zijn voor IJsendijk. Na rijp beraad heeft Paul die functie aanvaard en deze met veel passie en plezier tientallen jaren vervuld. Samen met de gemeente werd er een actief bestuur samengesteld en er meldde zich een enthousiaste groep vrijwilligers. Want Paul beseft ook donders goed dat je alleen niks kunt, maar samen kun je iets moois opbouwen. Het tentoongestelde was heel divers. Maar het klapstuk vond menigeen toch wel de expositie van de Katzandse Kamer. En dat was hier in dit vertrek. Authentiek ingericht. Kijk, dit is de Katzandse Kamer, maar niet helemaal zoals het hier was. Hè. Die is natuurlijk weggemoeten en die is verhuisd. Maar het lijkt er toch heel veel op, hoor. En dan zagen wij, hier stond toen een platte buse. Die staat hier nou niet op. Dat was een kachel met een hele lange pijp. Die gaf veel warmte. Een antieke wieg stond erin. Een echtpaar in klederdracht. En bijvoorbeeld ook een bedstee. Dus dat was echt heel grappig eigenlijk en heel gezellig ook. Er werden ook heel vaak foto's gemaakt. En er waren zelfs bruidspaartjes die in hun bruidskleren hier kwamen poseren. Om de loop erin te houden volgden vele wisseltentoonstellingen elkaar op, waarvan ik enkele zal noemen. We hadden bijvoorbeeld een tentoonstelling over het waterschap. Toen heette dat nog het Vrije van Sluis
En tegenwoordig heet dat Scheldestroben. Dat was een hele mooie tentoonstelling. Dan kwamen de mensen van het waterschap ook helpen, samen met de vrijwilligers en het bestuur, om er iets moois van te maken. We hebben ook een keer een tentoonstelling gehad over alles wat het trekpaard behelst. En dat was heel veel, maar dan hadden we ook echt een eyecatcher of een blikvanger, zoals we dat tegenwoordig noemen. En dat was een opgezet paardenhoofd. En dat paard heette Bart van Wijngaarden. Dat was van een eigenaar die eigenlijk geen afscheid kon nemen van zijn paard. Maar ja, het beestje was dood en doodziek. Dus ja, dat kon niet anders. Die is gestorven. Maar toen heeft hij dat hoofd laten opzetten. We spreken dus nooit van een kop. We spreken altijd van een hoofd van een paard. En ook benen van het paard. En wat ook een leuke tentoonstelling was, dat was het mooiste wat je in huis hebt. En nou, er kwamen zoveel mensen met leuke spullen. En gelukkig hadden we een antiquair die zei, weet je wat, dan kom ik wel kijken en beoordelen, net zoals bij kunst en kitsch. Die man die was ook taxateur. Was heel leuk. In december hadden we een keer een tentoonstelling van kerststallen. Dat was ook bijzonder, want je weet niet waar die allemaal vandaan kwamen. Van heinde en ver. Dat was ook, ja, iemand moet het maar verzamelen, hè. En dan hadden we nog een andere verzameling. Dat was dus echt gewoon verzamelen. Postzegels, ja, dat is bekend. Sigarenbandjes had je vroeger ook. Theezakjes. Maar ook eierdopjes. Er was iemand die had wel 60 eierdopjes. Maar overal vandaan. En bijvoorbeeld theemutsen. Het was een mevrouw die had 50 theemutsen. En ja, dat was ongelooflijk zo leuke dingen als hier dan allemaal naartoe gesleept werden. En dan wil ik nog even één expositie noemen. En dat is van de poesiealbums. Oftewel de poëziealbums. Want dat past natuurlijk een klein beetje op deze avond. Het idee van deze laatst genoemde tentoonstelling vormde zich na het lezen van een leuke column over dit onderwerp van Renate Dorrestein. Dat was destijds een bekende schrijfster. We trokken de stoute schoenen aan en vroegen haar om een lezing te geven en de expositie te openen. Ze moest helemaal uit aardenhout komen en dat was destijds een hele reis, maar boven verwachting accepteerde zij de uitnodiging. Ze vroeg geen vergoeding, maar wel graag bed en breakfast. Ik weet nog dat ze zei, een meterkast is goed genoeg hoor. Ze had geen kapsel anders. Het was een hele leuke vrouw. Toen ze bij ons aan tafel ging, hadden we aan de kinderen gevraagd, gedraag je netjes, hè? En dat was afgesproken, maar de kinderen zeiden, mama, dan moet jij wel die lekkere tomatensoep maken. Die verse tomatensoep met heel veel balletjes. Want dat zal die mevrouw ook vast wel heel lekker vinden. Nou, dat ging dus niet door. Want toen ik die soep opschepte en Renate zag dat daar balletjes in zaten, toen ging het niet door, want zij was vegetariër. En dat was toen nog heel bijzonder, hoor. Nu is het heel normaal, hè? Maar dat was toen bijzonder. Dus dat vonden de kinderen wel jammer. Maar ja, het was toch een gezellige maaltijd. Vroeger was een museum een statisch gebeuren. Er was nog geen interactie. Er was geen Lego-kamer of zo. Het idee ontstond om het museum als het ware naar buiten te brengen. De folkloristische dag was geboren. De eerste in 1972. Kijk, hier ziet u de mandenvlechter. Leuk. Op de markt kwamen dus kramen met kunst en ambacht. Onder andere een glasblazer, een pottenbakker, een touwslager, een mandenvlechter. En de buitenrand van de markt was voorbehouden voor het ringsteken op ongezadelde trekpaarden. Ook koetsiers in klederdracht op mooi versierde sjeesjes deden hieraan mee. Dit is nog steeds een jaarlijke traditie. Dit jaar zaterdag 20 juli. Vanuit de gemeente kwam het voorstel voor een nieuw cultuurbeleid.
Zo kreeg Breskes een visserijmuseum en IJzendijke zou als vestingstadje een museum krijgen met als hoofdthema de Staats-Spaanse linies. De 80-jarige oorlog in beeld en geluid. Dat was nogal een omschakeling. Maar een mens moet openstaan voor vernieuwingen. En tenslotte zijn er in IJzendijke nog veel overblijfselen uit die tijd. Een rondwandeling door IJzendijke, liefst met een gids, is zeker de moeite waard. IJzendijke, Petit Paris, met zijn rijke historie, is een fijne plek om te wonen en te bezoeken. U bent van harte welkom. Thank you.